Ik vind dat de hele World Press foto, het opent voortdurend je ogen voor situaties in andere landen. En het is blikverruimend om hier rond te lopen. Mooi. Het is toch een heel ander soort sportfotografie, hè, dan je meestal ziet. Die sportfotografen hebben altijd zulke lenzen, dus die kunnen echt wel dit zo fotograferen. Maar daar ging het hem helemaal niet om. Het ging hem ook wat er juist omheen gebeurde. En dat vind ik van deze serie heel erg mooi. Het is wel sportfotografie, sportnieuws zelfs. En dan toch op een hele andere manier dat laten zien. Ja, dit is toch een geweldig moment. Messi had dus heel graag die beker willen hebben. En dat zie je zo in dit beeld, dit moment. Oh, net gemist. Fascinerend, hè, van die dit soort natuurfoto's. Dit is toch precies waar je uren naar kan kijken, wat je wil zien. Het is echt goede timing, dit. Ja. Weet je, die open mond van die vleermuis. Van, ha, lekker hapje. En hij deed ook, ha, lekker hapje. Een hele mooie foto, dit is mijn favoriet. Het is gewoon zo'n 17e eeuwse vanitas schilderij. En tegelijkertijd met die gruwelijkheid, die mensen zaten gewoon te ontbijten. Ja, dan komt er opeens een granaataanval, geloof ik. En je ziet alles, dat bloed, de koffie die een beetje is omgevallen. Ja, het is heel aangrijpend dit. Dit raakt je heel erg. Ja, misschien wel juist omdat er geen mensen op staan. Ja, als je me zo groot ziet, dan komt die nog meer binnen.